Dit is de voormalige nutschool in de Eindhovenswijk Gestel. Inmiddels geen school meer, maar huisvesting voor kleine bedrijven. Maar die moeten binnenkort plaatsmaken voor nieuwe bewoners. Want de school wordt verbouwd tot wooneenheden, in opdracht van de toekomstige bewoners. Wij wonen eigenlijk gewoon een rijtjeshuis, twee onder één kapper moet ik zeggen. En de kinderen zijn de deur uit, en wat ga je doen? Nou, ik had zoiets van, ik wil gelijkvloers wonen, dus dan ga je naar flats kijken. Maar dat past niet bij ons. Dan zou ik hier een doorgang hebben, dan zou hier achter nog een ruimte kunnen zijn. Initiatiefnemer voor het project is Kilimanjaro, een initiatief van drie ondernemers, onder wie architecte Magdaleen Kroezen. Nou, het is een monument. De gangen die laten wij helemaal intact. En de bedoeling is dat aan deze kant woningen komen. We zijn eigenlijk begonnen met het hele initiatief van Kilimanjaro, omdat we merkten dat er in de markt een leemte is ontstaat voor mensen van mijn leeftijd, 50 of wat ouder. En die nadenken hoe ze later willen gaan wonen. En die willen niet in het traditioneel bejaardenhuis terechtkomen, maar die vinden hun eigen huis inmiddels ook wel een beetje groot. Misschien missen ze ook wel contact met anderen. De gemeenschappelijke tuin bijvoorbeeld vind ik heel fijn. Hoef niet met mijn eigen tuin bij te houden, maar dat doen we dan samen of dat laten we samen doen. Dat we samen, dat kan hier ook andere mensen ontmoeten. Maar het hoeft niet en dat is ook voor mij heel belangrijk. Nou, dit is ook een van de oude lokalen nu in gebruik als beeldhouwatelier. Dit zou ook een woning kunnen worden. Dit kan opengebroken worden, er zit een zoldertje boven. In het gebouw en in de nieuwbouw die erbij komt is plaats voor 20 woningen. 10 kandidaten hebben zich inmiddels aangesloten bij het initiatief. En voor de architect is het ook weer een stukje werkgelegenheid in deze barre tijden op de woningmarkt. Uiteraard is dat zo. Dat is ook, steek ik ook zeker niet onder stoelen of banken. Het is zelfs zo dat ik als architect heel erg ben gaan nadenken. Zaten wij ook helemaal op de verkeerde manier te ontwerpen? Wat is er fout gegaan? Dus als ontwikkelaars of andere opdrachtgevers niet op dit soort ideeën komen, ja, dan vind ik het wel logisch om het zelf te initiëren, om het zo maar te zeggen. De goedkoopste woning in het project gaat rond de 180.000 euro kosten. En dat loopt door tot zo'n 4 ton. De start van de bouw is voorlopig gepland voor over 2 jaar.